Ja, ik zeg zelf, ik heb mijn leven weer terug. Ik kom inderdaad uit een positie dat ik helemaal hulpbehoevend ben geweest. Ik kon mijn armen niet meer bewegen. Ik kon mijn hoofd niet meer omhoog houden. Ik kon niet meer zelfstandig lopen. Ik kon niet meer naar het toilet zelf. Ik kon niet meer uit bed komen. Al die, dat soort dingen. Ja, het was gewoon een fase van mijn leven. Goedemorgen, een afspraak met de vervoer. En dan ben ik langzaam na revalidatie uitgeklommen. Hallo, ja. Hoi, ben ik. Hoi. Fijnlijk weer te zien. Ja, kom binnen. Kom binnen. Neem plaats. Ga zitten. Zo'n ingangsklacht die staat niet op zich, die staat niet alleen. Mensen hebben een gezin, hebben werk, hebben een woning. En al die aspecten van hun leven, die worden natuurlijk voor een belangrijk gedeelte mee bepalend voor hoe iemand zich voelt en hoe die in het leven staat. En toen dacht ik van, ik wil dat anders aanpakken. Ik ben naar mijn huisarts gegaan omdat ik erg behoefte had aan een gesprek. En toen stelde hij me eigenlijk een vraag die voor mij achteraf bezien de grote verandering heeft gebracht. Hij stelde mij namelijk de vraag van, goh Monique, maar wat zou jij dan willen? Wat wil je nou? Wat is jouw doel? En toen dacht ik, weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus Jan was eigenlijk de eerste die die vraag aan mij stelde. Wat wil jij nu eigenlijk? En toen dacht ik nog van, goh, ik heb niks te willen. Maar je hebt wel degelijk wat te willen. Jan werkt volgens de uitgangspunten van positieve gezondheid. En hij kijkt wat er naast de klachten nog meer aan de hand is. Want niet alleen het lichaam telt, ook de geest. Hoe is het emotioneel met je? Wat voor uitdagingen heb je qua zingeving? Zit je lekker in je vel? Heb je genoeg vrienden? Ben je niet eenzaam? En hou je de boel overeind in het dagelijks leven? Is het nog te doen? Al die zaken hebben een grote invloed op de gezondheid. Nou, wat heel vaak is dat wij patiënten op het spreekuur hebben die klagen in deze wijk over slapeloosheid, somberheid, verdriet. En vaak wordt dat dan gekoppeld aan lichamelijke klachten. Ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn en dat is de reden waarom ik hier zit. Wat we dan niet weten is dat er bijvoorbeeld een buurman is die 's avonds tot 2 uur s'nachts de televisie heeft aanstaan. Dat er blaffende honden zijn, twee hoog achter. Wat we vaak niet weten is dat een van de kinderen drugsmisbruik heeft en met politie in aanraking is geweest. Dat de woning schimmel op het plafond heeft. Dat de werkgever te kennen heeft gegeven dat het op die manier niet verder kan en dat er iets moet veranderen, want anders ben je je baan kwijt. Kortom, die slapeloosheid en die somberheidsklachten, die hebben een breed scala aan mogelijke oorzaken. En we hebben niet altijd de tools en de tijd om daar doorheen te prikken. Ik heb hier een pasfoto in mijn hand en die heb ik ook altijd bij me. Die zit in mijn portemonnee. En dat is de foto waarop ik te zien ben zoals ik toen was. Dus zeg maar net voor het gesprek met Jan hier in de huisartsenpraktijk. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik een persoon zonder energie, zonder licht in de ogen. 20 kilo zwaarder zoals ik al zei en geen toekomstvisie. Ik straal helemaal niks meer uit. Ik ben dus eigenlijk helemaal niet meer mezelf. En dat is dus gewoon geen kwaliteit van leven. En dat is de essentie. Waarom heb je hem bij je? Ik heb hem bij me omdat er zijn momenten dat ik wel eens ontevreden ben over mezelf of over dingen om me heen of over de maatschappij of maakt niet uit wat. En of mijn been doet het even niet zo goed, of ik heb pijn ergens, dan neem ik hem bij en dan kijk ik ernaar en denk van oké, Monique, zo was het toen. En dat ik dat altijd gewoon in mijn achterhoofd had. En vervolgens gebruik je de techniek van vertragen in die zin dat je zegt van goed, 10 minuten van het consult zijn om, maar ik wil je volgende week terugzien. Want die hoofdpijn, dat is niet een groot probleem, denk ik. Dat komt wel goed.
Maar ik wil je volgende week even terugzien om te horen hoe het met die hoofdpijn gaat. En dan meet ik nog een keer de bloeddruk. En dan wil ik eens met je praten over hoe het op het werk gaat. Of hoe gaat het thuis. En dan stapje voor stapje help je de huisarts om door te zoeken naar mogelijke andere oorzaken voor het probleem. En de patiënt geef je de ruimte om te wennen aan het idee dat die huisarts over andere dingen gaat praten dan over die hoofdpijn. Ik heb me de vraag gesteld van, wat wil ze dan, Geer? Ja. Wat zou ze Geer willen? Daar heb ik over nagedacht en dan ben ik tot de conclusie gekomen dat ik wel degelijk iets te willen heb. En ben ik teruggegaan en heb ik gezegd van, nou, ik wil heel graag me geen patiënt voelen. En toen zijn we eigenlijk samen een beetje gaan bedenken van hoe ik dat kan bewerkstelligen. Ik denk dat veel chronische patiënten zich hier wel in herkennen. Als je altijd ziek bent, dan wordt je leven geleefd en geleid door specialisten en huisartsen, medicatie en fysiotherapeuten. En er is een tijd geweest dat ik ook min of meer achterover ben gaan leunen en heb gedacht van, ja, niet gedacht, dat ging eigenlijk onbewust, dat ik dat over me heen heb laten komen. Dus, ik zat toch in een soort slachtofferrol. En op het moment dat je je gaat afvragen van wat wil ik eigenlijk, dan stap je uit die slachtofferrol. En dan ga je gewoon eigenlijk je eigen pad. Zie je er nog andere dingen waarvan ze achteraf terugkijkend kunnen zeggen van dat zijn ook stappen geweest die wel degelijk ook geholpen hebben? Daarmee bedoel ik dus te zeggen van, we spreken langzamerhand allemaal dezelfde taal. We kennen allemaal de domeinen die in de positieve gezondheid worden benoemd. En in feite zeg je niet de patiënt en zijn klacht, of de cliënt en zijn klacht, maar de cliënt en de patiënt en zijn leefomgeving, zijn woonwereld, zijn toekomstperspectief. Waar staat hij voor? Wat verwacht hij nog van het leven? Hoe kunnen we hem daarbij helpen? En met een smalle beurs en met weinig werk, en met moeite thuis kun je toch altijd nog perspectief proberen te genereren. En die patiënt moet er zelf over nadenken, want wij kunnen wel van alles vinden en doen. Maar als dat iets is waar die patiënt niet op zit te wachten, of waarvan die denkt, ja, maar ik, daar is mijn probleem niet mee opgelost, dan kom je uiteindelijk geen stap verder. Jazeker, want even kijken, ik kreeg mijn diagnose MS kreeg ik in 2008. En vanaf dat moment zag ik elke maand een koerier voorbij komen met een gekoeld boxje met allemaal spuiten. En er stond dan gewoon €6.350 op zo'n pakketje elke maand. En dus nu, dit jaar voor het eerst, heb ik dus gewoon nul kosten. Dus ik heb mijn €385 krijg ik lekker terug. Dat vind ik echt een overwinning.